Je hoort soms ook wel verhalen dat mensen 80 tot 90 uur per week werken. Dus dan zit je eigenlijk al op bijna $2.500 voor toetsen. Had je liever naar een med school in de USA willen gaan? Welkom of welkom terug bij mijn kanaal. Als je mij nog niet kent, ik ben Samira. Ik ben momenteel werkzaam als arts. En ik ga binnenkort verhuizen naar Washington DC. Omdat ik ga beginnen met opleiding interne geneeskunde daar. Ik heb er een paar video's op gemaakt. Maar ik merkte dat er nog wel een paar vragen waren. Dus ik heb jullie gevraagd of jullie die konden stellen op Instagram. En ik ga al jullie vragen beantwoorden in deze video. Dus laten we beginnen. Heb je je verblijf zelf geregeld? En iemand anders vroeg ook waar verblijf je? Dat is een goede vraag. Ik moet zelf mijn eigen verblijf regelen. Dus ik ben nu op zoek naar appartementen daar. Ik verhuis over een paar dagen en ik heb nog steeds geen appartement. Dus dat is wel een probleem. Er zijn dus bepaalde ziekenhuizen, als je daar wordt aangenomen, die hebben eigen appartementcomplexen. Natuurlijk moet je zelf ook betalen, maar soms heb je ook wel korting. Maar helaas, de meeste ziekenhuizen zijn zo dat je je eigen verblijf moet regelen. Dus dat moet ik ook doen. Ik heb ook een beetje ongeluk dat ik naar een van de duurste steden in Amerika verhuis. Gelukkig is het niet zo erg als New York, maar het is nog steeds wel heel prijzig. En in de tussentijd verblijf ik in een hotel. Totdat ik iets vind voor mezelf. Maar ik heb op zich wel voordeel dat het een grote stad is. Er zijn mensen die hier naartoe verhuizen, maar natuurlijk ook veel mensen die weer weggaan. Dus er is ja, wel een grote soort van turnover. Dus hopelijk vind ik iets wat bij me past. Duren alle specialisaties even lang? Iemand anders vroeg ook, zijn de specialisaties daar langer? Het is dus juist zo dat de specialisaties in Amerika juist korter zijn dan die van Nederland. In ieder geval de meeste. En sommige zijn even lang. Als je bijvoorbeeld kijkt naar interne geneeskunde hier, dat is 3 jaar. In Nederland is dat 6 jaar. Maar het is iets complexer dan dat. Omdat je na 3 jaar ben je hier algemeen internist. En in Nederland na 6 jaar dan heb je een soort van nog gesubspecialiseerd binnen de interne geneeskunde. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar kindergeneeskunde, is dat maar 3 jaar in Amerika en 5 jaar in Nederland. Dus dat is best wel een groot verschil. Chirurgie is geloof ik 5 jaar in Amerika en 6 jaar in Nederland. Ik heb de rest ook een beetje bekeken. Neurologie is 4 jaar in Amerika en 6 jaar in Nederland. Dermatologie is 5 jaar in Amerika en 5 jaar in Nederland. Dus sommige zijn even lang. En er zijn ook een paar die dus echt een stuk korter zijn. Ik heb nog geen enkele gezien die langer is in Amerika dan in Nederland. Aan de ene kant is het dus wel fijn dat specialisaties korter zijn. Maar dan moet je wel beseffen dat misschien de jaren korter zijn, maar de uren per week langer zijn dan in Nederland. Gemiddeld werkt een persoon in opleiding hier 60 uur minimaal. En je hoort soms ook wel verhalen dat mensen 80 tot 90 uur per week werken, hoewel dat officieel niet mag. En daarnaast heb je gemiddeld maar 1 dag per week weekend. Het is dus wel zwaarder en dat is ook een ding dat ik wilde vertellen in deze video, omdat ik soms wel het gevoel heb dat ik het iets mooier maak dan het daadwerkelijk is. Ja, specialisatie in Amerika hoor ik van heel veel mensen dat het gewoon heel zwaar is. Ik laat het natuurlijk ook weten het moment dat ik begin hoe ik het ervaar. Maar het wordt gewoon door veel mensen als gewoon heel zwaar ervaren. En ik hoop gewoon ook dat ik de realiteit daarin ook kan vertellen. En daarbij kom ik ook bij mijn volgende vraag. Want de meest voorkomende vraag die ik heb gehad is: kost het veel? Wat is het kostenplaatje over het hele traject? Moet je veel betalen? Iemand anders vroeg kosten. Wat je moet beseffen is, als je besluit om je specialisatie in Amerika te gaan doen, dat er best wel veel kosten aan verbonden zijn. Allereerst heb je natuurlijk je toetsen. Yosemite Step 1, Yosemite Step 2 CK en je Engels toets, OET. Dus Yosemite Step 1 is rond de $1.050. En dan heb je Yosemite Step 2 CK, dat is rond de $1.100. Dan heb je de OET-examen, die is $455. Dus dan zit je eigenlijk al op bijna $2.500 voor toetsen. En dat is dus exclusief studiemateriaal. Want voor elke toets die ik heb gedaan voor Yosemite Step 1 en Yosemite Step 2 CK heb je ook nog een soort van question bank. Dat heet UWorld. En voor 6 maanden betaal je daar, even kijken, $280 voor. Ik heb geloof voor Yosemite Step 1 heb ik daar geloof ik 2 of 3 keer $280 voor betaald. Dan heb ik voor Yosemite Step 2 CK heb ik daar ook $280 voor betaald. Dus waarschijnlijk heb ik al $1000 betaald aan ja, oefentoetsen die ik wilde maken. Daarnaast heb je natuurlijk ook de kosten voor je CV-ervaring. Stel dat jij een soort van een coachschap wil doen in Amerika, dan heb je natuurlijk geld nodig voor je verblijf. Maar soms willen sommige ziekenhuizen ook dat je betaalt om daar je coachschap te kunnen lopen. Sommige vragen $1000, sommige vragen misschien zelfs $2000. Misschien heb je geluk en hoef je niks te betalen. Dus dat verschilt natuurlijk ook heel erg. Wat veel mensen niet weten is dat je ook betaalt voor de ziekenhuizen waar je je aanmeldt. En dat is best prijzig. Want gemiddeld meldt een Amerikaanse student zich aan voor, even kijken, ik zag iets van 68 ziekenhuizen. Dus dan ben je boven de $1000 kwijt voor aanmeldingskosten. Dan heb je een buitenlandse student of arts die meldt zich gemiddeld aan voor 140 ziekenhuizen. Dan ben je boven de $3000 kwijt. En daarnaast, als je dus
hopelijk wordt uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. Was het zo dat je voor corona gewoon inderdaad sollicitatiegesprekken had in Amerika. Dus je kan bijvoorbeeld de ene dag een sollicitatiegesprek hebben in Florida, de volgende dag in New York, de dag daarna in Texas. Dus dan moet je betalen voor je verblijf, voor je vliegtickets. En ben je makkelijk boven de $5.000 kwijt voor alleen maar bijwonen van sollicitatiegesprekken. Ik had het geluk door corona dat al mijn sollicitatiegesprekken online waren. Dus of via Zoom of Microsoft Teams of WebEx was er geloof ik ook. Dus daar hoefde ik gelukkig niet voor te betalen, want het was eigenlijk al prijzig genoeg. Het is dus een heel prijzig proces en als je bent aangenomen dan houdt het helaas niet op. Dan moet je ook betalen voor je visumkosten, want je krijgt een werkvisum. En je werkvisum is $340. Dus dat komt er dan ook nog even bij. De volgende vraag is heel interessant. Had je liever naar med school in de USA willen gaan? Het antwoord is ja en nee tegelijkertijd. Ik denk dat ik onbewust toch wel beïnvloed ben geraakt door films of series. Van high school experience of college experience. Dus dat me het onbewust wel leuk leek. Zeker als je in een grote stad natuurlijk studeert. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk een hele grote studieschuld als je daar studeert. De meeste mensen hebben denk ik gemiddeld een studieschuld tussen de $200.000 en $300.000. Dus dat is echt extreem. En dat is natuurlijk iets wat we in Nederland niet hebben, hopelijk. Daarnaast denk ik ook dat geneeskunde daar iets te hoog ligt qua tempo. Omdat geneeskunde daar 4 jaar is. En in Nederland is dat natuurlijk 6 jaar. Ik heb het gevoel dat zij daar veel sneller door hun studiestof heen gaan. In Nederland ligt het qua tempo ook best wel hoog. Ook veel studiestof. Maar ik geloof dat die tempo en qua studiestof altijd veel hoger ligt in Amerika. Dus kort gezegd, het antwoord is ja. Omdat ik denk dat het wel een leuke ervaring zou kunnen zijn. Maar als ik verstandig denk, dan denk ik dat het wel goed is geweest dat ik in Nederland mijn geneeskunde heb gedaan. De volgende vraag is verschillend salaris. En iemand anders vroeg ook, verdien je meer? Het is wel interessant, omdat veel mensen denken dat als je daar als dokter werkt, dat je meteen heel veel zal verdienen. Maar als je in opleiding daar bent, dan verdien je ongeveer evenveel als in Nederland. Het is wel zo dat als jij in een stad woont waar alles prijziger is, dus het wonen, het leven, zoals New York of Washington DC, dan verdien je ook iets meer, omdat het leven daar ook duurder is. Dus daar wordt wel nagekeken. En nadat je klaar bent met je specialisatie, dan verdien je natuurlijk wel meer. Dat is in Nederland ook zo en in Amerika dus ook. En als specialist verschilt dat heel erg. En ik vind het heel lastig om te vergelijken, omdat helaas zijn mensen in Nederland niet heel erg open met hun salaris. Ik heb er ook een beetje een dubbele mening over of je wel of niet open moet zijn op je salaris. De ene dag denk ik van wel, de andere dag denk ik ja, misschien is het ook wel goed om het een beetje privé te houden. Maar het is gewoon lastig om artsensalarissen, in ieder geval specialistensalarissen te zien op internet van Nederlandse artsen. Dus ik heb zelf eigenlijk ook geen idee wat bijvoorbeeld een chirurg verdient in Nederland. Je hebt natuurlijk wel een soort van een gemiddelde die je ziet op internet, maar ik heb het gevoel dat dat dus niet helemaal waar is. En dat het getal waarschijnlijk hoger ligt. Dus ik vind dat heel lastig te vergelijken. Wat ik wel weet is als jij als bijvoorbeeld orthopeed werkt in Amerika of als neurochirurg, als cardiothoracale chirurg in Amerika, dan verdien je natuurlijk echt veel meer denk ik dan in Nederland. Zulke beroepen, zulke specialisten echt wel een stuk meer verdienen dan in Nederland, maar daar gaat natuurlijk ook wel veel inkomstenbelasting van af. De volgende vraag is, vergeleken met Nederland, wat zijn de pluspunten, wat zijn de minpunten? Qua minpunt, wat de meeste mensen wel weten, is ziektekostenverzekering. Dat is gewoon heel anders geregeld in Amerika. Ik moet zeggen dat ik mezelf ook nog goed in moet gaan verdiepen, omdat ik het nog steeds heel lastig vind. Maar ja, de ziektekostenverzekering is daar heel anders geregeld. Het is ook vaak verbonden met je werk. Dus als jij je baan verliest, dan verlies je ook je ziektekostenverzekering. Dus het is gewoon complexer en het is gewoon minder goed geregeld dan in Nederland. Dus dat maakt het ook wel lastig voor mij als arts als ik patiënten zie. Het is wel zo dat mensen die bijvoorbeeld een heel laag inkomen hebben, die krijgen natuurlijk daar, geloof ik, Medicare, geloof ik heet dat. Dus die krijgen van de overheid in ieder geval, wordt dat vergoed. Dus ze proberen wel bepaalde dingen, maar het is gewoon minder goed geregeld dan in Nederland of in Europa. En wat zijn dan de pluspunten? Ik moet natuurlijk wel bij zeggen dat de Verenigde Staten gewoon heel groot is. Elk ziekenhuis is daarom ook gewoon anders. Maar ik denk in het algemeen innovatie. Ik denk dat dingen daar snel worden opgepakt. Je hebt bijvoorbeeld ook de point of care ultrasound. Dat is in Nederland trouwens ook zo. Maar dat zit echt in het curriculum van interne geneeskunde. Dus dingen die nieuw zijn, worden best wel snel opgepakt. Daarnaast ook dat de specialisaties daar korter zijn. Dat in ieder geval de meeste. En daarbij heb je natuurlijk ook wel sneller een verantwoordelijkheidsgevoel. Omdat je bent natuurlijk arts, dus je hebt sowieso die verantwoordelijkheid. Maar in je eerste jaar ben je nieuw. In je tweede jaar van interne geneeskunde ben je al bijna klaar. Dus dan moet je al, als je in het tweede jaar zit, dan heb je al
eigenlijk van die verantwoordelijkheid over de eerstejaars. En als je derde jaar bent, dan ben je sowieso al helemaal verantwoordelijk. Dus die verantwoordelijkheid gaat sneller omhoog, denk ik, dan in Nederland, omdat de specialisatie daar gewoon korter is. Soms ben ik bang dat ik met deze video's mensen aanmoedig om een specialisatie in het buitenland te gaan doen of in Amerika. Terwijl Nederland gewoon een goed gezondheidssysteem heeft. Hun specialisaties zijn gewoon goed. Hoewel het aantal opleidingsplekken wel meer omhoog kan. Maar daarnaast, ja, ik deel gewoon mijn verhaal en gewoon de voor- en nadelen. En dan hoop ik dat iedereen gewoon zijn eigen keuze daarin kan maken. De laatste vraag is: welke specialisatie is makkelijk binnen te komen? Welke moeilijk? Verschilt het per staat? Dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat kindergeneeskunde in Amerika een van de makkelijkste specialisaties is om binnen te komen. Terwijl in Nederland het een van de moeilijkste is. Dus dat is wel heel interessant. Daarnaast zijn er meer opleidingsplekken voor huisartsgeneeskunde en interne geneeskunde. En omdat er meer opleidingsplekken zijn, is het makkelijker dan andere specialisaties. En een van de moeilijkste, wat je waarschijnlijk niet zou verwachten, is dermatologie. Dermatologie is heel competitief in Amerika. Zelfs Amerikaanse studenten hebben moeite om daar binnen te komen. Oogheelkunde is ook heel competitief daar. En daarnaast ook radiologie, geloof ik ook. Ja, orthopedie en chirurgie, dat zijn natuurlijk ook redelijk competitieve specialisaties daar. Hoewel chirurgie staat wel meer open voor buitenlandse artsen. De vraag was ook: verschilt het per staat? En dat is een hele goede vraag, want het antwoord is ja. Het is dus bijvoorbeeld zo dat Californië qua staat niet heel erg open staat voor buitenlandse artsen. Laat ze zien doordat je bijvoorbeeld kijkt op een website, bijvoorbeeld ziekenhuiswebsites, en dan zeggen ze dat ze geen werkvisum sponsoren. Dus daarbij zeggen ze eigenlijk indirect dat zij niet buitenlandse artsen aannemen of willen aannemen. Dus Californië is heel lastig om als buitenlandse arts in ieder geval je specialisatie te doen. Daarna is het wat makkelijker. En daarnaast is de East Coast, dus als je kijkt naar New York, Philadelphia, Washington, dat zijn wel bepaalde plekken die openstaan voor buitenlandse artsen. Dus dat is heel fijn om te weten. Dus dat was de laatste vraag. Ik hoop dat deze video je meer inzicht heeft gegeven over specialisaties in Amerika. Als je nog meer vragen hebt, laat het dan zeker achter in de comments of stuur me een berichtje via Instagram. Als je deze video nou leuk vond, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet dan ook niet te abonneren als je meer van dit soort video's wilt zien op mijn verhuizing naar Washington DC. En dan zie ik je hopelijk in mijn volgende video. Doeg!